Hey. Hoi. Alles goed? Ja, alles goed. Ja, weertje? Alles goed. Zeker een weertje? Ja, weertje. Wat wilt u zien? Wat trekt u? Zuigt u als het ware naar het theater? Zijn wij het? Of de leugen die wij verkondigen? De leugen van het perfecte leven of van de absolute hel? Zegt u het maar, wij spelen. Wat brood erbij? Dat is toch wat het volk wil, brood en spelen? Nog steeds? Ja, nog steeds. Wat zou jij ervan over hebben? Nooit honger te hebben, maar brood te eten. Nooit hoeven werken, maar te spelen. Waar komt u voor? Komt u hiervoor? En zo ja? Waarom blijft u dan zo stil? Te persoonlijk? Te snel? Te dichtbij? Te privé? Of een combinatie van deze misschien? Ja, zullen wij ons werk maar doen en spelen? Kies u de makkelijkste weg? Allemaal goed. Muziek! Start de tijd! Maar liefst 5 hotdogs, hè? Ik kan meteen beginnen als het uitkomt. Ja, als je dat zou willen doen, dat zou geweldig zijn. Ja, dat zou geweldig zijn. Alleen niet nodig. Is dat zo, Bart? Naar mijn mening wordt weer niet geluisterd. Luister eens even goed, Bart. Ik ga je 6 plaatjes laten zien en dan moet jij mij uitleggen welke jij als romantisch ziet. Heb jij die echt altijd bij je? Wat? De Titanic of Die Hard? Ja, rechts, de Titanic. Optie is nummer 2. Met een vriendin bij vrienden of vriend en vriendin alleen? Weer rechts, vriendin en vriend alleen, ja. Interessant. En de laatste optie? Een gezellig dinertje bij kaarslicht of Chinees halen? Ja, een gezellig dinertje bij kaarslicht. Helaas.
Alle drie fout. Die Hard loopt het af en heeft een oninteressante verhaallijn. De ideale film van avonds knuffelen op de bank. En natuurlijk denk je dat samen zijn met haar alleen het goede is. Maar ze kan laten merken dat jij hetzelfde bent bij haar vrienden als je bij haar bent. Zal ze denken dat ze geen seksobject is, maar ook een vriendin. En dat zal jullie relatie versterken. En last but not least, de tafeldekker zou goed kunnen zijn. Maar als je samen Chinees gaat halen, heb je meer tijd voor elkaar en is dat dus romantischer. Ja, oké. Okay. Dat begrijp ik. Alleen, hoe is samen kotsend op de kermis dan niet romantisch? Hoe bedoel je? Nou, we waren er die avond echt voor elkaar. Zij hield mijn haar uit mijn gezicht. En ik was niet bang om mijn ingewanden voor haar neus eruit te gooien. Net zoals bij mijn vrienden. En ook hebben we in het reuzenrad geknuffeld. Ja, ja. Ja, als je het zo bekijkt. Dora? Hoe is samen kotsend op de kermis niet romantisch? Dat spreekt toch voor zich? Nee, niet echt, nee. Dat ligt in de kermis aan het ook niet. Maar ja, romantiek is voor mijn gevoel gewoon even helemaal voor een ander zijn. Met jezelf